We staan hier voor de plek waar innovatie start. Het COSEN Innovation Center. De bron, de kern voor de ontwikkeling van fantastische toepassingen vanuit planten. Waaronder de suikerbiet. Ik ben heel benieuwd wat de gemiddelde voorbijganger van dit gewas weet. Wat denk jij dat dit is? Een knolraap, denk ik. Ik zou het niet weten. Een knolselder. Het ziet uit als een suikerbiet. Een? Suikerbiet. Oh, een suikerbiet. En wat denk je dat hieruit gemaakt wordt? Suiker en zo. Suiker. Kandij. Kandij. Stroop. Behalve suiker, wat nog meer. Wist je ook dat de verpakking van die kristalsuiker ook uit deze biet kan komen? Nee. Dat wist ik niet, hoor. Nee, ik ook niet. Dat is best wel cool. En wat denk je van windmolenwieken? Shampoo, sportschoenen, groen gas? Oh, nou ja. Dat zoiets, dat er zoveel producten, dat is mooi. Ja, ik ben er hartstikke voor, tuurlijk. Het is wel beter voor aarde. Nou, je ziet het. Een ontzettend veelzijdig gewas. Je zou er een boek over kunnen schrijven. Terug naar het innovatiecentrum waar dit allemaal bedacht en ontwikkeld wordt. We staan hier in het COSEN Innovation Center in de Pilothal, waar we werken aan nieuwe mogelijkheden en nieuwe toepassingen van onze landbouwgewassen, waarvan de suikerbiet natuurlijk een belangrijke is. We gaan dus ook een nieuw boek uitbrengen, de Bright Beet Book. En daarin beschrijven we ook alle toepassingen en mogelijkheden die we uit de suikerbiet hebben. Dat zijn er meer dan 130. En dat gaat ons enorm helpen in de verdere vergroening van Nederland, maar ook in het klimaatverdrag van Parijs. En we hebben al een hele circulaire suikerbietketen. Er wordt praktisch niks weggegooid in het fabricageproces. En we verwachten ook dat naast de energietransitie, we kunnen werken aan een materiale transitie waarin de suikerbiet een belangrijke rol speelt. Het Bright Beet Book beschrijft ook een aantal van deze zaken. Daar ben ik gewoon ontzettend trots op. En het is natuurlijk ook heel mooi dat we dat boek hebben gedrukt op bietenpapier. We beschrijven niet alleen de verandering, maar we laten het ook echt zien in dit boek. Dirk, volgende week wordt op deze plek de officiële introductie gedaan van het Bright Beet Book. Maar jij hebt de primeur vandaag. Jij gaat het eerder zien als voorzitter van 9000 bietentelers, die toch zo'n 75% van alle akkerbouwers vertegenwoordigen, wil ik je graag dit boek overhandigen. Kijk aan, Paul. Nou, enorm bedankt namens alle 9000 bietentelers, die lid zijn ook van onze coöperatie, voor het prachtige boek. En ontzettend fijn dat Ocean Beet Company hier zoveel aandacht aan besteedt. Wat ook weergeeft het belang van onze bietenteelt en het gewas van ons bedrijf. Ik ben ontzettend blij en super trots op de uitgave van het boek. Ik ben zelf al 35 jaar bietenteler op ons akkerbouwbedrijf op Texel met mijn familie. Maar als je dan kijkt naar alle toepassingsmogelijkheden die de biet met zich meebrengt, ja, maakt me dat ontzettend trots als bietenteler. Onze telers zijn eigenlijk eigenaren van familiebedrijven. Familiebedrijven die ook generaties verder kijken. En dat betekent dat het belangrijk is dat er een teelt is met toekomst. En dat bietenteelt heeft dat. Die heeft ontzettend veel toepassingsmogelijkheden wat een antwoord kan geven op de vragen die de levende samenleving en de maatschappelijke opgaves die we hebben. En daarom is het ook belangrijk dat we in blijven zetten op innovatie en circulariteit en steeds vooruit blijven lopen op deze ontwikkelingen om dat perspectief ook te schetsen naar onze telers. Want aardige oplossingen hebben de toekomst. Dus ik roep eigenlijk iedereen op om met elkaar ook vooral samen te werken in partnerships, in ketensamenwerking, omdat we redden het niet alleen. En dit boek, ja, het boek motiveert, het inspireert om met elkaar samen die tocht aan te gaan. En het belang daarvan voor onze coöperatie is zo groot, want we bestaan al ruim 100 jaar en je wil graag weer een nieuwe toekomst in de volgende 100 jaar. En met de bietenteelt gaat dat lukken.